Dames en heren, van harte welkom terug bij The Last of Us 2. We staan in het startmenu, omdat we op het punt stonden op Joel's nek te springen. Om de rest van het museum te gaan bezichten. Dit valt onder de Natural History Center. En dat is meer gewoon de historie van de Verenigde Staten zelf. Maar omdat het gesloten is, vermoed ik dat er foute dingen gaan gebeuren. Door middel van een zombietje. Ze was aan het schelden. Oké. Wyoming Museum. There are dinosaurs around. Oh no, not the dinosaurs. Loot? Ik begin ook gewoon nu al gelijk. Loot? Is er loot? Animals of North America. Yes. Yes. Hello. Oh. That's a moose. Moose. Met stay strong, buddy. Wolven. Gelukkig is het maar een standbeeld. Ik zie een bison. Een bazen. En we hebben hier bighorns. Oké, waar moeten we naartoe? Want dit is echt maar één... Oh, wacht hier. I killed for them. This guy needed a hug. Zacht uitgedrukt. Hoe? Oh, ze doet even de haar in de staart. Of even beter. Hoe? Oké. Dit is gewoon een fucking kalkoen. Denk ik. Yeah. Dat is vogels. Oh, the four soldiers at the gate. The last one cried. Maar waarom zou je dat op de muur neerzetten? Birds of the coasts and wetlands. Oké. Uh-oh. Shit. The woman we tortured choked on her own blood. Oké, dat zijn zeer gruwelijke details. Hé, dit is wat Pascal op zijn arm heeft. Oh. Come on, fucker. Oh, shit. Nee, oh. I fucked up. Ik moet even... Oké, dat moest ik doen. Ik moest even tappen. Dat is best schijnig. Ik tikte per ongeluk tegen mijn bureau aan en dat werkte. The kid who ran into the blast, I couldn't stop him. Yikes. Oeh. Oké, ik hoorde hier geluid vandaan komen. I grabbed this. The people in the van, we locked them in and doused it with the gas. Zeer onnodig. That's a trash cat. A raccoon. Oké, we kunnen zo of... Oh. We kunnen hier doorheen. Dus ik stel voor dat we deze pakken. Dus ik grab de pipa. Oh, there is no light. Jawel. Ik heb het nu aan. Oké, dit is wel even een Monka-S momentje. Wat staat erop? We wanted to end suffering. We wanted to restore humanity. Each time we sacrificed part of ourselves, our leaders kept saying, it'll be worth it. Now we've disbanded with nothing to show for our sins. I thought coming here might reignite something. Some purpose. My parents loved bringing me here. It's one of my earliest memories from before the outbreak, before all the cruelty and savagery. Those memories just made me angrier. I don't want to be in this world anymore. I can't look at the person I've become. Fair enough. Fair enough. Oh my god, butterflies. Oké. Wedden dat uiteindelijk de jumpscare gewoon Joel... Wow. Wow. Die stonden wel zeer goed. Oh. Maar dit zijn echte botten. I guess. Oké, het is hier akelig donker, man. Oh. What the hell? Liars. Liars. Ellie? I'm in here. Dus daar waren we naartoe aan het werken. Dat we gewoon een piggy. It's just an animal. Piggy. Biertje voor de streek. Yep. Fireflies. Of Fireflies liars. Well, let's get a move on. I want to fire liars. Ha! Come on. Serieus, dat was de scène? Ik dacht dat we serieus nog wat mensen tegenkwamen, maar het werkte gewoon allemaal naar... Oeh, Seattle Day 2. Het werkte gewoon allemaal naar die jumpscare met dat biggetje. Dat was het. We're in the theater. En ik hoor de radio afgaan. Ja, pak je spullen maar en dan gaan we even... Even check on. Check on. Die lag als het goed is op de bank hiervoor. Hallo. Waar bist du? Die zit vermoedelijk met de radio boven het kloten. Dina. Ze heette Dina, toch? Ja, Dina vast. Hallo. Haha. +1 op de barflijst. Hey. How hot do I look right now? Pretty hot. How'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. They found our mess at the school. Good. This guy, Owen, he went AWOL. Maybe Tommy got to him. Maybe. Vielleicht. What about her? Nothing yet. Unit Romeo, you are requested at Site 2. Repeat, you are requested at Site 2. Confirm. So... The numbers are locations. The TV station we were at, that's 6. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. Oh. Misselijk zijn is zo volkt. That helps. Look. Last night was stupid. Casualties reported at 14. All available units report. Over. This is Site 13. Unit Lima nearby. How many scars you got? Over. Negative on scars. Lone male trespasser. Armed. Lone male trespasser? Tommy! Tommy. Where's 14? Not 100% sure. Okay, then guess. If this is 7, 12's all the way over here. I guess it's somewhere in this neighborhood. Hillcrest. Hillcrest. Okay. Tina? Ze heeft het er zwaar mee. Not good. Hey. I'll go get him. You keep tracking them, okay? Yeah. Maar zij blijft hier dan? Wait. Take this. Give me your hand. It's for good luck. I don't believe in luck. I do. Hebben zij dan radiocontact dan met elkaar of zo? Want ik weet niet hoe ze dan communiceren met elkaar. Moet dan wel radiocontact zijn als zij zegt... Ja, you stay here for tracking. Oh, we zijn nog gelijk bij Hillcrest. What a lovely neighborhood. Oké, Hillcrest. Is this the right place? Aan een schoot het horen. Zie zeker. Oh oh. It's gotta be Tommy. Ik hoor hem. Ik weet nog niet of we er direct op af moeten lopen. Fuck it, het is een spelletje. Geen haast. Loot. Hoe is het met de loot? Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Oeh, dat is een achterdeur. Oh, hier, pils hier. Zie je, anders... Als ik direct door was gegaan, was ik die sowieso kwijt. Dat is het. Prone movements. Nah, crafting speed. Smoke bombs. Improved health kits. Oh, die zijn wel goed. Improved silencers. Faster stealth kills. Die zijn ook wel handig. Laten we gaan voor deze. Zodat we voor de health kits uiteindelijk kunnen. Die smokebommen zijn er maar 30. Dus daar kunnen we uiteindelijk wel aankomen. Scissors is full. Ik heb geen melee weapon. Al had ik een melee weapon, dan had ik het wel kunnen doen. Daardoor loop ik nu eigenlijk deze schaar mis. En dat is zonde. Oké, laten we deze deur even checken. Ja, dan kom je hier achteruit. Next building. Dat is document. Bear our fangs, they think we're sheep. Oh, dat is van de WLF. De wolf. Eens even kijken, zit er nog iets? Een flesje drinken. Klablam! Flesje is altijd wel handig. Oh, dat is papier. Een doekje. Oké, dan hebben we die gehad. Wat is dit? WLF rules must be followed. All WLF instructions must be followed. Fedra collaborators will be executed, denk ik. Permission required for leaving the assigned zone. Curfew will stay in effect until further notice. Oké. Vind ik wel knap hoe ze dat doek hebben gemaakt. Aangezien alle printerijen en zo. Natuurlijk Apocalypse, je weet. Beetje frappant. So to speak. Whale, whale, whale. What do we have here? Die deur kunnen we checken. Oh, wat is dit? Hey yo. De kelder. Met een weapon workbench. Dat stemt. Geef me die. Ah, dat klote ding. Dank u. Ik speel zeg maar met mijn handen onder het bureau. Dus dan moet ik helemaal met mijn handen onder het bureau vandaan komen. Om dat ding te rachtbakken. Is dit. Oh, happy birthday dad. The best clicker killer in the whole QZ. Cute. En cute. En cute. Oh. Huh. Ah. Archery, first place. Boris Legershoff. Dat zal vast wel die ene guy zijn. Wellicht dat we die later tegenkomen. Had ik nog... hier kogels voor. Zeer zeker. Eentje extra. Ik weet niet hoeveel bolts ik heb. Dus ik weet ook niet in hoeverre dit de moeite waard zal zijn. Nou ja, die kan er maar 3. Klopt. Waarom moet je schudden? Omdat de batterij van de hoe heet het ophoudt. Het een zaklampje op de tas. Wat is dit? Bolts hier. Ah, duct tape is vol. Really, wat kan ik met duct tape maken? Ja, alleen dus een melee upgrade. Man. Ik moet een melee weapon hebben. Oké, hoeveel hebben we? 48. Dan zouden we voor fire rate of capacity kunnen gaan. Capacity is denk ik wel handig. Fire rate is niet zozeer nodig, want ik ben best wel voorzichtig met mijn schoten. Dus we zouden voor capaciteit kunnen gaan. Damage op die heb ik al. Stability. Stability op dit ding. Of damage. Hoeveel heb ik voor damage nodig? 100. Dan kan je waarschijnlijk... ja, dan kan je waarschijnlijk one-hit kills doen. Oké, dan gaan we daarvoor sparen. Dan gaan we daarvoor sparen. Oh ja, dat was dat. Laten we deze deur dan maar even pakken. Alright. Alright. Zombermanen. Niet aanwezig. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Weer een schaar. Kon ik wel heel goed gebruiken voor een melee upgrade. Maar ik heb maar geen melee weapon. Zonde. Noemen we dat. Alright. Ja, dan zou ik zeggen. Ja, dan kunnen we maar gewoon gaan. We kunnen hier gewoon omhoog klimmen, zie ik nu. Hop. En hop. How do I get up there? Oeh. There's too many of these assholes. Dat stemt. Hold on, Tommy. Ik weet niet helemaal waar ik naartoe moet. Fuck this. Oh, fuck de WLF. Dat zijn de scars dan? Ik zie geen referentie naar scars. Hello, Rustin Coffee. That's a rat. Oh shit, a rat. Leuk. Gewoon leuk. Ik weet niet hoe ik daar achter kom. Hallo. Wie geht's? Ik kan hier echt veel materialen verzamelen. Dus ik vermoed dat er weer een flink gevecht aan zit te komen. Alleen, hoe kom ik hier doorheen? Achterlangs wellicht? Wop. En dan wop. Hier is een gat in de deur, maar dat is een ander... of gat in de muur, dat is een ander gebouw. Geen idee hoe ik daarachter kom, joh. Ik heb het gevoel dat het echt zo'n puzzeltje is, zeg maar. En dat je die moet oplossen op een of andere manier. Misschien bij die pallet. Via het raam. Dat kan. Is er een mogelijkheid om te klimmen? Nee. Oh, hier. Hier. Oh, kom op. Ah, nee, dat is... Nee. Niks. Nee. Dan ga ik wel gewoon door dit gat heen. Wop. Dat is boekenwinkel. Yolanda. Boris, wolves broke into Fedra HQ and found the enlisted rosters. I've heard they are starting to knock on doors looking for soldiers. I'm not gonna be executed in my own town. After things calm down, I'll try to return with a new name. I couldn't find Alfie. I put food in his back on your back porch in case I don't come back. Give him lots of scratches for me. He always loved you in Sofia. Yolanda. QZ staat voor Quarantine Zone. Ah, dat is Kugels. Niks hier. Ah, shit. Hij heeft broken dat telescoop. Alright. Nou, er kunnen niet meer dan 6 kogels daarin. Ik snap niet waarom deze ineens 2 kogels in de mag heeft. Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Bij de upgrade. Oké, hoezo is die locked? Is er echt geen sleutel hiervan? Waarom zit ik me zo druk te maken om dit gebouw? Maar ik heb het gevoel dat hier zulke waardevolle loot achter zit die ons echt zal helpen. Haha. Ik moest hoger kijken. Gross. I found it. Want ik wilde eigenlijk door dat raampje, maar dat is dus de uitweg. Want blijkbaar is de deur, of zal de deur aan deze kant ook dicht zijn. Medkit, explosives, duct tape, kogels. Zie je, dit was teringhard de moeite waard. Hop, en hij is open. Voor de rest nog iets. Ah, had ik nou maar een melee weapon. Dan had ik die zo hard kunnen upgraden. Oké, moeten we hier doorheen. Onderdoor, waarschijnlijk hier links langs. Dat is een muur. Hier overheen. Laddertje omhoog. Dus we zijn al terug geweest. There we go. Ik vermoed dat we hier wel ergens iemand tegen gaan komen. Er is wel zo'n plek daarvoor of zo. Wop. Told you. Uh-oh, that's a wolf. I got something. Let's get in there. Alsof ze gewoon niet je teringhard hoorden. Zie hier, Centrail. You think this guy's connected to the girl from the school? That'd be a hell of a coincidence if there weren't. I hate these small groups. Big groups, it's a straight fight. These loners, they could be hiding. You hear that? The distracted dog. We kunnen er gewoon langslopen. We hoeven ze geen eens te killen. Ik denk dat ik best wel... Oké, iets meer zo dan. Dacht ik, neem de shortcut wel. Center trail. Een trail is weg. Ja, ik zou mijn silencer kunnen gebruiken hiervoor. Ik heb nog 1 schot met mijn silencer. En dan die hond. Oh. Think she's got something. What you smell, girl? Uh-oh. Na 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 doggo. The doggo is faster than me. Ah! Ow! Oh, wauw, daar. Damn it. Pas op. Dat is doggo. Sorry, was nodig. Geen liefhebber van. Oh, come on. Hoeveel zijn jullie? Dammit. Oh, jullie zijn me echt met rot te veel. Dammit. Ah, nee. Dit gaat heel fout. Dit gaat meer dan fout, zou je kunnen zeggen. Snel, 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 snel. Nog één, nog één, nog één. Alsjeblieft. Doe maar niet. Zij doet niet. Ah! Ik wil dit stukje opnieuw doen. Oh, oh. Oké, oké. Wow, 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 wow. Oh, dat haal ik niet. Dat gaat een misschot zijn. Draai die kutkamer om te laat. Woe! Is dat die andere daar nog? Nee, het is alleen deze. Auw! Damn it! Gelukkig kan ik er echt 2 bij maken, maar dit was niet helemaal hoe ik had gehoopt hoe dit stukje eruit zou zien. Ik wilde ze ontwijken. Toen bleek ze ineens 2 honden te hebben. Toen pakte ineens de doggo mijn cent weer op. Terwijl ik zat van, I am safe here, right? Am I fucking right? Nee, blijkbaar niet. Oh, wauw. Oh, hè? Huh? Oh, er is er nog één. Jesus. Dat is niet goed. What? In zijn achterhoofd en hij is niet dood. I got you now. Okay. Zeer onnodig hoe dit allemaal is verlopen. De eerste silent shot op die ene dude was wel goed, though. Maar ja, ik zei het al van... hey, we vinden wel erg veel spullen. Er zal vast een confrontatie aankomen. Bla, bla, bla. Enemies. Ja, en dat gebeurde dus ook. Dus... games zijn wat dat betreft nog steeds voorspelbaar. Had ik de Union Bank al helemaal gecleared? Dat weet ik niet. Ja, ik kwam hierin en toen kwam ik die guys tegen. Dus ik heb dit nog niet gecleared. Maar nu ze allemaal oud zijn. Dat duct tape. Oh, ik wil gewoon een melee weapon. Heeft een van die lijken niet een melee weapon of zo? Zou ik eigenlijk even moeten kijken. Ik weet niet of hier voor de rest nog iets ligt namelijk. Oké, ik heb ze ook gewoon echt overal zo'n beetje geschoten. Hier ligt er een. Deze had niks. In die deur lag niks. Had deze een melee weapon? Nu. Deze? Deze had een gun. Ook niet. Welp. No luck. Volgens mij had ik dit ook gewoon... had ik best wel dat kunnen ontwijken of zo. Die hele confrontatie. Maar ik besloot om te... tijgeren door het gras heen. En daardoor kon die hond sneller bewegen dan dat ik kon bewegen. Niks. Flesje. Dan had ik eigenlijk iets moeten hebben om die hond weer af te leiden. Maar ik had geen bakstenen of wat dan ook. Als ik die wel had, dan had het wel gekund. En ze liggen hier overal, dus... dat de mogelijkheid om het op die manier te doen was er zeker wel. En ja, deze market even checken. Dan kunnen we op zich wel doorgaan. Niks hier. Niks hier. Niks daar. Oké, had ik deze al gecheckt? Ja, hier lag die duct tape volgens mij. Of nee, toch niet. Maar ik was hier wel al geweest. Ja, want ik ging daar doorheen. Oké. Dan kunnen we door. Zo jammer dat je ook niks van die lijken kan afplukken. Tenzij het echt alleen een melee weapon is of zo. Dat is echt serieus het enige. Voor de rest valt er niks van die lijken af te pakken. Dat vind ik op zich aan de andere kant ook wel een beetje vreemd of zo. Zeker in zo'n apocalyptische omgeving. Dan zou je juist zeggen van oké, pak alles wat je pakken kan. Maar goed. En push. En push. Zeer goed, zeer goed. Strong lady. Loot. 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 Geen loot. WLF. Ik denk dat we dichter bij het hoofdkwartier inderdaad komen. Alhoewel, WLF staat zo'n beetje overal op de muren aangegeven, dus... Dat is niet veelzeggend. Niks daar. Niks rechts. Kunnen we daarop? Dat is misschien een beetje hoog. Ja, dat is te hoog. Deze lijkt me dicht. Oh, die vuilnisbak gaat rollen. En dat maakt lawaai. Oh, nee, op die manier kan ik daar boven komen. Haha, Eureka. Eureka. Had ik de bolts al? There we go, bolts. Oké, moet ik hem hier pakken? Blijkbaar. Schat, wil je even het vuilnis buiten zetten? Oké. Dankjewel, schat. En dan rolt hij weer weg. Yeah. So that there is no way back. Dat stimmt. Er is hier weer een workbench. Hoeveel bolts zitten we op? Al op 100? Kan ik... Oh, 91 zitten we op. Damn it, niet genoeg. Dan moeten er hier toch wel een paar liggen. Moet wel. Dat is altijd bij zo'n workbench. Dan liggen er gewoon even een klein beetje... Ja, een half kitje meenemen. No, don't say it's true. Ik wil gewoon een paar extra. Ik wil de damage van het ding beter maken. Maar blijkbaar schiet ik mensen op hun achterhoofd. En dan is het alsof je gewoon met een airsoft balletje schiet of zo. Het doet niks. Oh no. Tenzij hier nog wat ligt. Nope. Dat is alcohol. Wat kan ik maken? Medkit dan maar. Nee, die had ik niet meer. Bolts, 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 bolts. Fietshelmpies. Maar geen bolts. Jammer. What do we have here? Rechtsloop dood. Dat is een winkeltje die we kunnen checken. Goldstar liquor. Goldstar is toch ook zo'n andere... Oh nee, dat is Goldstrike. Ik heb er echt alleen maar nare verhalen over Goldstrike gehoord. Dat mensen helemaal wakker werden erdoor. En dan op de slechte manier. Het is gewoon barfie hier, barfie daar. Even de kugels erin laden. Dan heb ik die alvast. Zo. Ik wilde ook per se mijn shotgun... Oh, dit is naar. Ik zie er wel loot. I go for it! Dat. Oké, shamblers. Dan ben ik blij dat ik mijn shotgunkogels nog niet heb benut. Die kon ik wel gebruiken. En ik heb nu ook iets om... Stunbom kan. Trapmine kan. Molotov heb ik niet genoeg alcohol voor. Misschien een paar trapmines. Ik kan er maar eentje maken. Trapmine. Konden zij zien? Daar zit er een. Het zijn er twee in totaal. Dit is zeer scheis. Laat mij... Ja, dat is één kogel, dus misschien niet handig. Dan doe ik het wel hiermee. Is dit de stunbom? Dan moet ik de trapmine hebben. Oh nee. Damn it. Oké, dan moet ik eigenlijk hier even een flesje gooien. Shotgun pakken. Trapmine en schieten. Niet goed! Goed genoeg. Goed genoeg. It worked. Het kostte me wel 3 kogels, but it worked. Suck my dick, shamblers. Done. Oh, that smell. I hate shamblers. Yeah, you and me both, Ellie. You and me both. Dan wil ik eigenlijk wel beloond worden met scheidveel loot. Oh, dat is explosiefhonk. Ja, misschien is het inderdaad ook wel een idee om die sniper er tegen te gebruiken. Nou, gewoon van dichtbij. Paap. Maar dan wil ik eigenlijk de damage upgraden. Echt, als we de damage upgraden van dit ding... Ik zeg het je, we gaan het zoveel makkelijker hebben. 93. Dus ik moet er nog 7. 7 bolts. Oké, 5 bolts nu nog. Dat is een grote beloning. Wo bist du? God, al kom ik zo direct nog een shambler tegen dat zou echt fucked zijn. Want ik heb wel een stunbom. Een pils hier. Maar daar houdt het ook een beetje bij op. 43. Dus ik zou smokebombs kunnen maken nu. En dan is de volgende is Improved Health Kit. Smokebombs zijn op zich wel handig. Ik denk dat we die wel in de toekomst kunnen gebruiken. Die toekomst. Oké, op deze manier kunnen we weer naar buiten. Ik kan nog heel even checken. Oeh. Dat was een medkit. Wat is dit? Oh, dit is letterlijk weer terug. Oké. Yep. Fucking shamblers. Slamp my lights. Staat hier echt niks? Nee, dat lampje. Het ding met die... What in tarnation? Het ding met, zeg maar, dat lampje op de muur is, zeg maar, dan zie je zo'n wit cirkeltje. Maar dat is ook een wit cirkeltje met een driehoekje erin. En daar kan je af en toe even op verkijken. The Great Outdoors. 15 hunting right... Oeh! Meenemen. Yeah! Zeer poggers. Fuck, ik heb net mijn punten besteed. 100% ability, stability en accuracy. Shit. Listen mode, movement speed, hold breath. Oh my god, dit is zo goed. I require more pills, more vitamins. Oké, hier is niks meer. Wop. Mijn enkels. Ik wist niet dat er hierheen kwam. Dat is zeer kloten. Deze moet ik gewoon met melee uitschakelen. Het is er maar één, voor zover ik weet. Ik hoor er rechts nog één. Klote. Deze stealth kills moet ook sneller. Ik merk echt dat ik af en toe gewoon in de panarie kom, omdat ik weet dat die shit gewoon te lang duurt. Oké, er zit er hier links ergens heen. Is dat hem? Voor de rest zie ik geen stipje. Dus dat zal hem wel moeten zijn. Ja, deze simpele moet ik gewoon meleeën. Hier moet ik geen kogels aan kwijt. Zul je zien, raak je het politievoertuig aan, gaat het alarm af. Oeh. Shite. Kom, Studa. Val maar. There we go. Shit. Okay. Look at. How do I get to those stairs? Oh, dat is de doelstelling. Oké. Kunnen we hier iets onder zetten? Misschien een auto? Misschien deze auto? Nee, die is helemaal volgroeid, joh. Dat gaat me echt niet lukken. Misschien in dit gebouw erachter langs. Want het blauwe gebouw dat loopt door tot daar. En misschien dat we dan op een of andere manier dit busje naar beneden laten kelderen. En dan daar de toegang tot hebben. Vielleicht. Velvet Tattoos. Was ik al in de tattoo shop geweest? Een actual tattoo shop. Ja, dat stimmt. Pills hier. Oh. Hallo. Uli, you know our hearts will always be with Hillcrest, but after Sophia's shooting we've decided to head to the stadium with the others. We've got our own kids to think about, the Bradmans. P.S. Saw Boris a couple hours ago. We tried to talk to him, but he seemed off. Please talk to him. I hope you guys will join. Wow, dit is een gamer. Oh, dat is kugels. Zo. Extra kogels zijn altijd welkom. Dat is loot. Ik ben ook gewoon echt zo... Wow. Serieus, moet ik dit hele ding meeslepen totdat de... Fuck. Ik weet geen eens hoe ik deze hier om ga krijgen. Ik weet niet... Oh, man. Ik zal die vuilnisbak vast wel ergens voor nodig hebben. Alleen ik weet even niet wat. Ja, hier weer een scissor. Ah, ik heb geen melee weapon. Ik zou zo graag een melee weapon willen. Dan kan ik die constant gewoon in leven houden. Door het overvloed aan scharen wat ik vind. Ironisch genoeg is dit ook een kapperzaak. Niks anders hier? Geen pilletjes, dingetjes? Mwah. Oké, waar zullen we deze voor nodig hebben? Ik zit even te kijken. Misschien daarboven, misschien... Daar, nee. Kan ik hier omrijden? Nee. Ik zou niet weten waar je deze vuilnisbak voor nodig zou moeten hebben. Is er ergens een plek met een ladder of zo om op het dak te komen? Want je kan hem niet verrijden, want er zitten allemaal hekken in de weg. Of muren. En ik weet niet of je op dit zeil kan staan, maar dat lijkt me ook niet. Dus ik zou niet weten waar die goed voor is. Vreemd. Want ik heb wel een opzetje nodig om hier bij... nou ja, ik loop wel even door deze winkel heen. Dan gaan we even kijken of hier de mogelijkheid is. Om door te breken. Ja, dat is de deur. Ik wil nog heel even voor das loot checken. Oh. Wat is het? Zeg niet dat het een fucking shambler is. Ik heb niet zozeer de... Oh, fuck me. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik heb nog een stunbom. Daarmee kan ik een extra... Ja, molotov kan ik erop gooien. Molotov en pistool. Molotov en pistool is wel een idee. Rechts zit er ook nog iets. Hey, wie geht's? Oké, dat is goed. Ren maar naar buiten, ren maar naar buiten. Gaan we die anderen meleeën? Wat? Ik dodgede. Wat de hel? Nee, nee. Oké. Voor de rest nog iets? I think we're good. I think we're good. Oké. Dus op die manier moeten we gewoon een beetje combineren met de... Met de nades. Molotov werkt inderdaad goed. Alleen ik gebruik voornamelijk het alcohol voor... Alcohol en een rag heb je dus ook voor een molotov nodig. Maar medkit, ja, zit ik nog wel goed mee. I require more alcohol. Bottle, vol. Hier, niks. Loot, 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 loot. Pinautomaat. Oh, hey. Dat is Noord. Ooh, de combo. Yo, when Dale comes by, he's gonna ask for the safe combo. But just walk over to the garage and put it in yourself. Otherwise, he's gonna bother you 8 more times. The combo is 30, 82, 65. Someone needs to talk to his wife. I know she wants to think he's gonna get better, but it's gonna time to get practical. I heard the WLF has some real doctors at their base. Nobody would blame her for leaving, except Boris, but fuck him. Oké, dus 30, 82, 56. 30, 82, 56. 30, 82... 56. Is die hier? Die safe? Is een keuken, dus lijkt me niet hier. Ik weet ook niet exact op de, wat er op de notitie stond van waar die zou zijn. Kijk, dat is die trap. Wacht, ik moet even lezen waar die safe is. Garage and put it in yourself. Oké, dus het is in een garage. Dus het lijkt me dat we dan iets meer terug moeten lopen. Garage. Dit is de garage. Oh, het is waarschijnlijk hierachter. Alright. Klonk. Thank you. Pils hier. Kan weer wat unlocken, dat is goed. Dit is niet echt een garage, dit is meer een doktersplek. Notitie. Een dierenpraktijk of zo. Uli, it was Boris. I saw him shoot the WLF patrol against their own van. Jesus, I get it. They killed his daughter, but he just signed our death warrant. If we have one chance out of this, we turn him in. I know he's your friend, but if those wolves shot that girl over some graffiti, think of what they'll do to all of us if they think we're harboring the killer of 3 of their own. Let's meet up at the usual place after curfew. X. Maar waar is die verdomde kluis? Iemand? Kluis? De garage. Is dit een garage? Sherlock's. Was die hierachter of zo? Oké, aan de sombermanen te horen. Er zitten hier 3! Oh, juist. Dit is de garage. Auto repairs. I should have known. Oké, ik moet even mijn inventaris checken wat ik allemaal heb. Ik heb medkits. Ik kan een molotov maken. Extra molotov is misschien wel handig. Wat heb ik nog meer? 2 kogels. Ik heb een stunbom. Dit is een stunbom, toch? Ik heb een baksteen. Oké. Licht uit. Deur open. Yikes. Big fucking yikes. Auw. Oh. Mijn medkit. Help. Ik werk mezelf hier in de knoei. Auw. Laat me. Huh. Wop. Auw. Oké, hij draaide ineens 180 graden om. Oké, dit was... Nee, ging niet helemaal zoals gepland. Ik wist dat ze binnen zaten, maar ik dacht ik kan wel de deur openen en dan gewoon mijn plan beramen. In plaats van volop dat ze naar me toe rennen in één keer. Dat was niet heel fijn. Dus hopelijk is het de moeite waard om deze kluis te openen. Anders word ik big sad. Nou, dat is de kluis. Voor de rest nog iets. Looks like they've been locked in here for years. Yeah. Duct tape, pils, bolts. Kogels, bolts. Bolts zijn wel handig. Heb ik nu niet genoeg? 100! Hey, waar was die workbench ook alweer? Dat is workbench. Ik wil zo graag een melee weapon. Het wordt nu gewoon vervelend. Pills. Oké, willen we de improved health kits? Craft more efficient of effective health kits. Maar ik heb nu 2 health kits. Dus ik weet niet of die dan ook gelijk goed zijn. Ik kan het wel proberen. Even kijken. Nou, volgens mij zijn ze wel beter. Oké, dus daar hebben we voordeel uit gehaald. Oké, 30, 82, 65. 30. Oh. Ja. ...82... ...65... Bingo! There. Kugels! Explosiefunk! Oh, wat de hel? Een holster! Poch! 2 pistolen. Nice. Shotgun holster. Oké, soort van worth it. Ja, dan heb ik mijn andere pistool er ook gelijk bij. Zeer nice. Ook wil ik eigenlijk het eerste pistooltje, wil ik dat die gewone is. Zo. Zo, ja. En eigenlijk zou ik dat ook hier moeten doen. Wacht, zo. Oké, nice. Oké, die holster was het zeker wel waard. Wop. En dan kunnen we weer dat gebouwtje in. En dan gaan we de trap denk ik maar op. Oké, hier was voor de rest niks meer. Dit was de bar. Lulu. Ik had deze deur al geopend. Die is nu dichtgevallen. Alright. Adopt a stairway. Aangezien wij hier de hele tijd naartoe leiden, lijkt me dit ook een mooi moment om af te sluiten. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan zeer zeker met een duimpje omhoog. Wil jij 2 andere video's zien? Druk op de knop maar naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!